uiteraard 5 mei, Bevrijdingsdag. En in Zwolle is het dan traditioneel het Bevrijdingsfestival. En een van de bands die daar gaan optreden is de band D-Lane. Charlotte Wessels zit bij ons aan tafel, is zangeres van de band. Het is nog een heel jonge band trouwens, hè? Ja, klopt. We zijn ongeveer met de band zoals die nu is vorig jaar rond deze tijd bij elkaar gekomen. Dus, ja. Jullie zijn de tweede band zeg maar, die optreden op het hoofdpodium. Op het hoofdpodium. Niettemin. Wat betekent dat voor jou, zo'n optreden tijdens het Bevrijdingsfestival? Ja, dat geeft er voor mij dit Bevrijdingsfestival nog wel even een extra lading aan. Er staan natuurlijk allemaal mensen daar inderdaad de vrijheid te vieren. En dat je daar zo actief aan deel mag nemen, dat vind ik wel erg bijzonder. Ja, we hebben een klein stukje van jullie band. Gaan we eens even naar kijken. Een optreden ook, band D-Lane. Het is een... We noemen het een soort gothic band is het eigenlijk. Hè? Maar bij gothic denk ik dan, ja dat past in dit geval misschien ook wel. Denk ik aan zwarte kleding, dat klopt dan net Satan, verzen en een beetje schimmig allemaal. Nou, gothic is natuurlijk vooral een benaming voor de muziekstroming. En in ons geval past het gewoon, omdat het is over het algemeen is het gewoon rockmuziek. Meestal wat naar de hardere kant, prominente toetsenpartijen. Nou, en dan een vrouwelijke zanger erbij. En dat is eigenlijk gothic. Maar ja, gothic is natuurlijk ook een hele lifestyle-stroming en een cultuur ook vanuit de kunstgeschiedenis die inderdaad heel duister is. Nee. Nou ja, ik voel mij niet duister. Ik heb niks met de dood, ik heb ook niks met Satan. Het past dus ook wel op een bevrijdingsfestival, zeg maar. Het past absoluut op een bevrijdingsfestival. Ik denk dat wij heel feestelijk zijn. Hey, wat betekent, je gaat morgen ook debatteren. Dat is bijzonder bij het bevrijdingsfestival in Zwolle. Dat er ook allerlei debatten worden gevoerd tussen mensen over het thema vrijheid. En op de meest onmogelijke plekken, want jij gaat debatteren in? In het reuzenrad. Of all places. Ja. En het thema is vrijheid. Dan heb jij nu al wel nagedacht over wat betekent vrijheid voor jou? Ja, nou ja, vrijheid is voor mij natuurlijk. Het is heel erg toepasbaar in de muziek dat je op een podium kan staan en dat je tegen een grote groep mensen gewoon uit kan dragen wat er bij jou van binnen zit. Er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen uitdragen. Ja. In een heleboel landen kan je nog steeds om je mening. Kan je daar nog steeds voor in een cel gestopt worden? Maar even houden tot Bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag. Wat betekent dat dan voor jou? Of is het gewoon een leuk feestje waar jij mag optreden? Het is ook een heel leuk feestje waar ik mag optreden. Ja, ik had het de laatste inderdaad ook nog met mijn opa over. Ik had een Bevrijdingsfestival trui aan. En hij zei van, Bevrijdingsfestival, is dat er nog steeds? En toen vertelde hij over het Bevrijdingsfestival in Rotterdam, meer dan 50 jaar geleden nu. En ik probeer daar wel heel erg aan terug te denken, ook bewust op zo'n dag. Ja. En ik ben wel dankbaar voor de situatie waar wij nu in leven. Ja. Dus, we hadden hetzelfde net met 4 mei, met Aline spraken we daarover. Die vond dat 4 mei echt moet blijven zoals het ook nu gevierd wordt, of herdacht wordt, excuses. Geldt dat ook voor Bevrijdingsdag? Moeten we dat ook blijven vieren zoals we dat tot op heden vieren? Vind ik absoluut. Ik vind wel dat dit jaar hebben we inderdaad het thema voor het Bevrijdingsfestival is een goed gesprek. En ik vind dat er eigenlijk wel meer in mag. Want Bevrijdingsfestival is wel echt vooral een feestje om het feestje. En waarbij op herdenkingsdag heb je inderdaad 2 minuten stilte. En wordt er heel bewust ook nog herdacht naar de slachtoffers van toen. Vind ik dat het Bevrijdingsfestival mag ook wel wat meer zijn dan een aantal bandjes die spelen. En ik vind het daarom ook erg leuk dat er dit jaar over gepraat wordt en heel actief. Laten we vooral ook gaan. Het ziet er goed uit. Het is het enige programma waar we met volle mond mogen praten, volgens mij zo'n beetje. Hey, wat is de dag van morgen? Wat brengt hij voor jou, Eline? Niet zoveel bijzonders eigenlijk. Geen optredens? Ik ga niet optreden. Kom niet kijken, joh. Sorry. Lijkt me wel heel leuk om een keertje te zijn. Ben je zelf naar het Bevrijdingsfestival geweest? Ja, ik ga de afgelopen jaren ben ik wel trouw bezoeker ook. Ja. Daarom is het ook wel extra bijzonder om er nu zelf te mogen staan. En jullie hopen natuurlijk met de band verder door te breken. Dus absoluut. Het moet wel voor jullie wel een belangrijke dag sowieso zijn morgen. Debbie nog?